zo fris die op de dag. Niet waar, Jay? Ja, lekker. Ja, ook al drink ik rum, hè. Drink jij rum? Ja, ik drink van alles. Ik heb ook nog voorraad fris hier als je straks wil, dus... Ah, heerlijk. Maar trouwens, heb jij een beetje zin in het duel morgen? Zekers. En jullie dan, Yuri en Lillian? Hebben jullie dat? Ja, echt wel. Ja, ik kijk er wel naar uit. Ja. Ja, ik heb de inzet heb ik al gestuurd naar Eros. Dus overmorgen zullen we zien wie er gaat winnen. Maar laten we even naar Leon gaan, Jay, want ik heb een... Die wordt nou toch geslagen met een stok omdat die morgen moet strijden of zoiets. Ik heb het gehoord. Oh, heb je het al gehoord? Oh, mooi. Kijk, ik heb het toren gekregen van deze twee, dus... Ah, maar Leon weet het zelf nog niet, dus... Als hij nog niks heeft verteld over de kluis, dan gaat hij morgen, of ja, overmorgen het gevecht in. Dus laten we er even naartoe gaan lopen. Ja, zeker. Trouwens, Lillian en Yuri, bedankt voor de fristie. Bedankt. Oh, geen probleem. Oké, kom. Ze zijn natuurlijk weer in de cel, opslag, huis of zo. Ik snap echt niet, waarom hebben we eigenlijk een cel in een normaal huis gemaakt? Weet jij dat? Ja, dat was Jurgen's idee, toch? Ik denk maar wel. Over Jurre gesproken, hij was bij de Afrek, was hij in het schip bezig, hè? Hij heeft daar met het schip alles daar lopen bombarderen samen met Jord. Met de White Sailor. Ah. Jij was daar volgens mij niet bij, jij was toen hier. Nee, toen was ik hier, toen was ik eigenlijk het strandhuis aan het bouwen. Aha. Maar we zijn ook, dus aangekomen, bij de cel, dus... Oké. Ook. Leon, waar is je fucking kluis, zeg? Ik weet van niks. Kap! Nee, zeg! Jij weet het wel, zeg! Damien, kom even uit de cel. Ik heb een idee. Okay. Kom even. Even uit de cel dicht. Leon, hallo. Weet je wel wat je me aandoet? Het is gewoon onmenselijk. Ja. Ik heb... Ik spuug de hele tijd bloed. Rustig. Ik heb voor jou een voorstel, Leon. Wij hebben binnenkort een vriendschappelijk duel met Eros. En als inzet moeten wij dus een hebben wij goud ingezet, maar we hebben dus een strijder nodig die inzet gaat verdedigen. Oftewel, ik wil jou een optie geven. Of jij vertelt waar de kluis is, of jij blijft hier lekker zitten en blijft doorgemarteld worden. Of jij gaat mee naar Eros om daar te vechten en kan daar misschien je vrijheid winnen. Maar verlies jij daar en raken wij door jou het geld kwijt, dan ben jij gewoon dood. Dus, Ik weet helemaal niks van geen enkele kluis. En... Mijnert. Ja. Is hij dood, net zoals Ties. Ja, inderdaad. Ik weet helemaal niks van een kluis en vriendschappelijk duel met Eros vriendschappelijk. Hoe kan je vrienden zijn met die mensen? Ja, ik weet het ook niet. Het is puur vermaak, Leon. Maar ja, wat wil je doen? Wat kies je? Waar kies je voor? Ik kies liever niks, maar ik geef me geen andere keus. Zo, dus ga je mee naar Eros? Ja, wat anders. Mooi. Vriendschappelijk is het niet, het is vijandig. Je mag die mensen voor geen centimeter of wat dan ook. Dat is mooi om te horen. Dan ben jij erg wraaklustig, Leon. Kom, Jay, we gaan weer. Damien, geef hem even wat eten. Laat hem even, hij heeft vandaag wel genoeg marteling. Geef hem maar wat vuurtaart, dat is altijd lekker. Vuurtaart? Lekker. Is dat ook ik heb liever dit vlees. Ja, dat, ik weet maar niet wat jullie... Ik maak voortaan pompoentaartjes en dan maak ik ze heel pittig. Zo, koning Gio, heeft u een beetje zin in het vriendschappelijk duel morgen? Ja, alleen als ik voor jou kan winnen natuurlijk. Ja, dat geloof ik graag. Maar de inzet, die hebben we hier ergens in een kruis gestopt. Ik weet niet, hoe zit dat hier? Stoppen we het ergens in een kluis? Of? Ja, we laten het ergens verdwijnen in de jungle en dan komt het later wel weer terug door iemand. Maar trouwens, waar is koning Milan? Want die heb ik helemaal niet gezien sinds de uitdaging eigenlijk. Ik denk dat hij aan het rondreizen is. Of hij is ergens in de kerk, want hij leest vaak boeken. Dus de laatste keer zat hij daar ook al boeken te lezen. Boeken lezen? Ja, boeken lezen. Hij wil wat dingen ontrafelen van de inboorlingen. Inboorlingen, dat zijn? Wij zijn de laatste tijd lastig gevallen door inboorlingen. Ah. Ja. En hoe bedoel je? Wanneer was dat dan? Ik denk zo'n 3 tot 4 maanden geleden en het was daar verderop. En ja, we weten niet of alle inboorlingen zijn vermoord. Maar dat is dus nadat ik hier ben geweest eigenlijk? Ja. Oh, daar heb ik helemaal niks van gemerkt, die gasten of zo. Nee. Dat zijn alleen jullie die ik hier tegenkwam. Maar dat maakt niet uit.
Waar zijn die inboorlingen nu dan? Dat weten we niet. We denken dat we ze weggedreven hebben. Maar ja, voor de rest weten we het ook niet echt. Ah. Maar trouwens, Gio, dat is het stadion volgens mij, toch? Ja, dit is het stadion waar het gevecht gaat plaatsvinden. Dit is de laatste maand ongeveer ook gebouwd. Ja. Echt, moesten we wel een goed stadion hebben natuurlijk. Dat begrijp ik. Maar laten we verder gaan lopen. Ja, is goed. Kant op, denk ik. Ja. Maar dat is de kerk? Dit is de kerk, ja. Hier is Milan waarschijnlijk. Maar zoals je ziet, hij is van veel steen. Het was het laatste steen wat we nog hadden. De rest was opgegaan aan het stadion en aan de kerk daar. Of aan de troonzaal. Mm-hmm. Maar we wilden de kerk van hout maken. Maar ja, dat vonden we allemaal niet zo mooi. En we hadden daar ook geen genoeg mankracht voor. Aha. Nou, hopelijk is, is Milan er dus. Ja. Gio, daar heb je hem. Gegroet, koning Milan. Ah, gegroet koning Gio, gegroet kapitein Menes. U bent hier natuurlijk voor dat gevecht natuurlijk morgen in de arena. Het duel, ja. Ja, ik schrok even, ik dacht van, wat doe jij nou, weet je. Nee, volgens mij is het ik vertrouw je nog steeds niet, ik vertrouw je nog steeds niet. Ach, vergeet niet, ik heb hier geld op ingezet en ik denk niet dat ik daarom laat ik je toe. Inzetten. Daarom laat ik je hier toe in mijn land. Het is ook Gio's land hoor, en Gio is er ook akkoord gegaan. Maar Milan, is het hier een beetje gezellig in deze kerk, in je eentje? Aan het lezen? Nou ja, soms is het gewoon even goed om tot jezelf te komen. Zeker als koning, weet je. Ik heb toch wel een best wel druk leven, vind ik. Ik weet dat Gio er anders over denkt, maar ik vind zelf dat ik een heel druk leven heb. Aha. Dus ik vind best wel dat ik soms wel even mag lezen. Maar wat lees je dan op dit moment eigenlijk? Op dit moment ben ik een boek aan het lezen over Tube Nofrik. Over de ondergang, zeg maar. Dus ik weet niet of je daar wat van mee hebt gekregen. Waarschijnlijk wel. Ja, ik ben daar geweest toen ik... Ja, ik weet niet, is het ondergegaan? Want er was helemaal niemand toen ik daar vodka ging katten. Ja, iedereen is dood. Het hele volk is zeg maar tegen Robin gekeerd. Robin en Robert, hier is een boek. Oh. Als je er geïnteresseerd in bent, dan moet je dat even lezen. Dus rijk opgestaan in koninkrijken. Hierdoor werd Xa Robin van Dubrovnik aangesteld. Het oude machtssysteem werd vervangen door een partij met allemaal mensen die zouden besturen. 40 jaar geteurd, bondgenoten. Een verdachte partijken is ontkomen. Er was Steven, leider van de oud. Kelladus bende, bloedlijn, Dubrovnik, egoïste Dubrovnik is gevallen. Ik zie het al. Dus Dubrovnik is gevallen door het volk zelf? Ja. Okay, die hebben zich tegen de koning gekeerd. En ik denk dat jullie je land een beetje al moeilijk onder de duim kunnen houden. Nou ja, aangezien hun land al ten onder is gegaan, valt er van ons inderdaad nog wel mee. Ja, dus. Maar, wat... Maar Milan, wat heb je nog meer dan... Want ik weet niet dat dat het enige boek is als je dat leest. Oh nee, ook over de inwoningen, de geschiedenis van Eros, zeg maar. Over de gouden... De steden die er zijn. En al die dingen. Aha. Maar trouwens, ik ga weer dan even terug naar mijn kamer. Want, naar mijn huisje of wat dan ook. Ik weet niet waar... Volgens mij slaap ik in een huis. Ik heb geen idee. Ja, klopt. Het is een huis. Ja. Oh, is het een huis? Ja, het is een soort van huis in de boom. Het is een opslaghuis. Ja, zoiets. Wij noemen het huizen, maar we snappen dat je het een boom het vindt. Nou, ik vind geen boom, het is een opslaghuis. Er staan allemaal kisten in en allemaal... Ja, mij maakt niet uit. Ik slaap dagelijks tussen dat soort dingen op een boot. Eigenlijk tussen goud en boeken, maar dat maakt niet uit. Maar ik ga in ieder geval dan ervan door. Gegroet Gio en Milan. Ja, gegroet. Zo Leon, we zijn hier in Eros aangekomen vandaag. Vandaag is het de grote dag, het duel. Heb je er een beetje zin in, Leon? Of ik er zin in heb? Dit leg je me gewoon op, joh. Vuile. Maak je gewoon op dood. Leon, dat is geen slim idee. Nou, Leon, anders. Kom jij even met ons mee? Ik ga even naar de voorbereidingskamer, kleedkamer, hoe noem je dat? De kleedkamer, weet ik veel. Ik heb nog nooit in een duel gevochten. Nou, dat is mooi. Maar je vecht tegen Eros. En volgens mij ben jij grote vriendjes met Eros, hè? Ga toch heen, man. Ik eet je op, jongen. Ik maak je helemaal... Ik eet je rauw op. Dat is niet zo slim, denk ik. En ook niet echt zo lekker, neem ik aan. Maar, in ieder geval, dit is jouw kamer. Daar is de arena. Kom maar even kijken. Kijk eens. Prachtig. Een dag heb ik je aan mijn zwaard gehezen. Dat geloof ik niet echt. Maar, Leon,
Leon, ik wil je even iets zeggen. Die wat dan? Die gaat nooit komen. Nooit. Wacht maar. Maar Leon, ik heb een mooie... Ik heb hier allemaal spulletjes voor jou. Allereerst een stukje brood, een paar pijlen, een boog, zo, wat armor en een klein zwaardje. Dit zijn je spullen die je gaat gebruiken tijdens het duel. Ik ga even zo naar koning Gio toe. Dan gaan we even het duel de mensen hier naartoe naar binnen brengen. En dan mag jij hier lekker even lekker binnen wachten, oké? Okay? Is dat goed? Jay, bewaak jij hem dan even? Ja, ik bewaak hem wel even. Mooi. Dan, dan ga ik naar koning Gio toe. Oké, Gio, heel veel succes in deze vriendschappelijke duel. Ja, succes, mijn net. Ja. Strijden van Eros, strijden van Morgren, nader het gevecht. Kijk, daar gaan ze. Ja. Man, het is slim om, Leon in te zetten daarvoor. Die gast is best sterk eigenlijk. Had ik best goed getraind hiervoor, in zijn celletje. Ah, mooi. Kapitein Meindert. Ja, wat is er, Jay? Gio weet op het moment iets te veel. Hoe bedoel je? Van Ties en van Leon. Jongens, weg hier. We moeten hier weg. Hopelijk krijgt hij niet door dat we nu wegvluchten. We moeten weg. Iedereen naar de poort toe. Ik heb geen zin. Oh nee, dit gaat nooit. Oh. Ah. We moeten iedereen met elkaar. We moeten allemaal terug naar het schip. We moeten terug naar Eron. Dit kan. Iemand heeft zijn mond voorbij gesproken. Oh, nee, dat had ik al door, ja. Oké, is iedereen hier? Jongens, wacht even. Een paar moeten hier even op de kust blijven. We moeten zo dadelijk even allemaal veilig terug. Jurre, waren de kanonnen al geladen? Ja. Oké, altijd. Okay. Jongens, hou even. Wacht even tot er nog meer mensen komen. Want volgens mij is nog niet iedereen hier. Je wil niet weten hoe bang ik eigenlijk ben, weet je? Dat hele stadion. We zitten in Eros nu. We zitten. Oh god. Oké, jongens. Jurre, snel kom. Oké, jongens. Blijf wachten. Meindert, moet ik met u mee? Of? We moeten met zoveel mogelijk mensen weg, maar hou eerst even een stand. Wacht, ik pak zelf mijn dankswoord. Ik denk niet dat, dat we dit lang gaan overleven. Ja, jongens, terug. Jurre, kom snel. Naar het schip. Bootje gemist. Oh, weg, ze schieten op ons. Jurre, vuur de kanonnen af. Snel, pop. Oh, ik ben geraakt. Oh, nee. Stel, Jurre, ik ga naar het roer. Ja. Jongens, vuur ook terug met pijlen graag. Ja, laten we even... Oh, er vloog net een kogel over mijn hoofd heen. Oh, kijk uit! Oh, ze raken het stuur, pas op. Blijf de kanonnen vullen. Haha, we zijn bijna dood. Van mama. We moeten gewoon verder gaan. We kunnen het niet. Ze weten toch niet waar we zitten. Meindert, weet je wel hoe je moet varen? Een beetje. Wow, pas op. Er kwam weer een kanon. Ik neem het stuur. We gaan weg hier. Meindert, de bus krijgt dus een beetje op. Jurre, neem jij aan het stuur, want ik vertrouw niet met al die kanonnen overal. Ja, jongens, vuur terug dan. Ja, ik ga terugvuren. Ze schieten terug. Nee, dat had ik al door. Oh, pas op! Twee kanonnen hier aan de linkerflank. Oh, daar zit er ook eentje. Ja, ik heb iemand geraakt. We moeten echt snel terug. Echt snel. Jurre, neem snel het stuur over, alsjeblieft. Ik ben er al. Oh, oké, mooi. Jongens, we gaan snel terug. Kom, we moeten weg hier. Holy shit, hey.